sambal batjak van Spicit wordt gemaakt met verse chilipepers en andere verse ingrediënten en wordt geproduceerd volgens authentiek recept. Vandaag gebruik ik de sambal als onderdeel van de marinade voor de garnalen. Ik serveer de garnalen in een heerlijke noedelbol met roergebakken groenten. We beginnen met het marineren van de garnalen. Wat knoflookteentjes, een beetje sojasaus, wat rijstolie. Uiteraard de sambal batjak. Deze is wat milder van smaak omdat hij eerst gebakken wordt. Mengen we dit even goed en dan gaan de garnalen erbij. Zet ik deze even in de koelkast voor een uurtje om te marineren. Het groen van de paksoi even in wat kleinere stukjes. Dan heb ik ook nog een lenteuitje. Die gaat in mooie reepjes. Dan zijn we er al bijna. Een heel klein beetje sojasaus erbij. Dan voegen we de udon-noedels toe. Deze hoef je alleen nog maar even mee te warmen. Ideaal. Als die goed is doorgewarmd, kunnen we opscheppen.